18 gaat eigenlijk over Nick, wat een instellingskind is en die bijna 18 jaar wordt. De keuze moet maken wat dat hem gaat doen met zijn leven, of dat hem terug naar zijn moeder gaat, of dat hem op zijn eigen benen gaat staan, want hij is het beu om in de instelling te blijven. Hij zat daar omdat hij daar is geplaatst door de jeugdrechter vanwege een problematische thuissituatie. En dat is eigenlijk wat het hoofdthema geworden, die onvoorwaardelijke moederliefde van zoon naar moeder. Die kunnen hun kinderen zo kloneren, ze heel hun leven. En toch zien we dat die een band niet kapot gaat. Het begrip ex-moeder bestaat niet. Het idee is eigenlijk ontstaan in de zomer van 2016, toen die jongen uit Gent, Jordi B., werd hem toen in de kranten genoemd, werd teruggevonden in een tentje in de Blaarmeersen in Gent. Die had ook op zijn 18 uit een instelling gegaan en was dan eigenlijk uit ontbering letterlijk gestorven. En hij heeft ons echt aangegrepen. We vonden ook dat er politiek kwam er amper reactie op. En ja, dat thema is ons blijven vasthouden. En dat is ook gaan babbelen in Antwerpen, Betonnen Jeugd. Een organisatie die eigenlijk werkt met instellingskinderen, geleid door ex-instellingskinderen. En die verhalen dat we daar te horen kregen, hebben we eigenlijk het verhaal ook een beetje voor een stuk gevormd. Ik weet nog dat we dat gesprek hadden gehad met Betonnen Jeugd en dat we dachten van, maar ja, we kunnen niet, je kunt hier 20 films van maken. Allee, dat is eigenlijk echt een beetje schrijnend om te horen. Alles wat er gebeurt, is eigenlijk wel echt gebeurd, maar niet allemaal bij één persoon. Dus het is zomaar een samenraapsel en natuurlijk een beetje meer, sommige dingen zijn meer in de verf gezet en zo. Toen we het schreven, hadden wij direct Mistral Guidotti in gedachten, Na Home. En dat was ook een ongelooflijk leuke samenwerking, ook op set. Die gast die smijt zich. En de moeder? Uiteindelijk is dat Laurence geworden, die daar super erg betrokken was mee en mee nadacht van, oké, hoe kunnen we deze doen? Wat kunnen we daar nog extra aan toevoegen? Het is een beetje een paradoxale relatie, omdat in een bowling bijvoorbeeld, daar gedraagt zij zich eigenlijk als een puber. Dat vond ik wel interessant, dat zij eigenlijk effectief als een kind gaat gedragen. Daarna een beetje op de start tussen de benen, dat feestje binnenkomt. Wij hebben bijvoorbeeld wel maatschappelijke films maken. Maar het mag nooit belerend zijn of moraliserend. Wij nemen ook geen standpunt in. Wij veroordelen ook Kim uit 18 of zo. Ook bij de volgende, we gaan altijd wel proberen om dat vanaf toch van een zekere beide kanten te bekijken. Ik zie dat ook wel als een soort van kruidbestuiving tussen mijn drie dingen, zowel mijn opleiding als politicoloog, als dat lesgeven, als dat film maken. Ik zie dat als iets dat elkaar beïnvloedt en elkaar kan ondersteunen. Bij de volgende ook opnieuw, het gaat opnieuw over jongeren gaan, dus op dat vlak zitten we wel, hebben we wel precies zoiets gevonden dat ons in schrijven toch op dit moment ligt.